van een niet jonge dame met haar wagen verdwijnen in het water van de Aven van Antwerpen, van Oostende. En heeft dus de moed gehad toen 15 jaar of 16 jaar, ik weet niet zojuist, heeft toen de moed gehad van 19 mei, dat is geen zonnewater. De Aven van Oostende, dat is niet iets dat enkele meters van de kaai met de muren ongevaarlijk zou kunnen zijn, heeft dus die daad gesteld en met medewerking hebben ze deze dame kunnen redden. Hij zelf, gelukkig, heeft er geen gevolgen van gedragen. Dat is de reden geweest dat alles in oog nemende, en wij terzelfde tijd niet alleen de diploma, gesteld is op de lijst van de wereldprijzen van deze internationaal erkende mannen, ook vrouwen zijn er, die een daad van zelfopoffering en moed hebben gesteld, maar u werd ook geëerd met de zilveren medaille. Komt daarbij nog iets bijzonders voor u? En daarom is de reden dat ik hier met genoegen de eer heb te mogen zijn. We hebben ook een prijs voor jonge mensen die deze daden stellen. De regel is, je moet onder de 18 jaar zijn. En elk jaar kiezen we dan de jongste uit. Het is een nationale recrutering, als ik het zo kan zeggen. En die krijgt dan de naam, de prijs, Jeanine Rombout. Of Jeanne Rombout. Naar de souvenir van een jong meisje die twee kinderen uit een brand had gered, maar die helaas zelf verongelukte bij deze grote inspanning van moed en zelfopoffering. Zo bent u dezelfde tijd laureaat van de Carnegie Erofit met de zilveren medaille, met de diploma, en zit je ook laureaat, de enige dan, in de lichting van het voorbije jaar, die dus de Jeanne Rombout prijs ontvangt. Niet alleen een erkenning is, maar ook, daar is ook een kleine financiële bijdrage aangekoppeld. En tenslotte, het Carnegie Erofund zorgt ook voor lezen van verongelukte mensen die in die daad van moed en zelfopoffering hun leven verloren. En regelmatig hebben we rapporten over het lot van die kinderen waar we helpen studies en andere zaken te vergoeden. Het is dus een wereldketen met onderden zoveel landen die zo een Erofund hebben, die terzelfde tijd vragen aan de hoogste personaliteiten van het land in hun structuur daar tijd en aandacht voor te wijden, dat onbaatzuchtig uiteraard doen, en dan jonge en minder jonge mensen te mogen eren. Het is voor mij, de burgemeester, collega van het Scheven College, de goede vrienden, een bijzondere eer dat ik mag de zilveren medaille overhandigen van het Carnegie Erofund. Ik zal u ook het diploma en de prijs Jeanne Rombout geven. En ik zal ook het klein tekstje dat met mij voorbereid had, maar u weet, ik kan niet lezen, zal ik u ook overhandigen met mijn erkentelijkheid, mijn dankbaarheid en deze van de gemeenschap aan uw familie. Ook de wijze waarop je dat hebt gedaan. Je gaat dus levenslang vereerd blijven, als ik het zo mag zeggen, in de grote kolom van de erkentelijkheid van de gemeenschap aan mensen van uw inzicht, van uw moed, van uw risico tot gevaar met de welke gij iemands leven hebt gered door het uur in een zekere mate op spel te zetten. Ik zou willen zien dat produceren en een bijzonder geluk wensen.